bestaan van lucht, vuur en water bestaat er ook zoiets als hypnose. En het is een toestand die we in het dagelijks leven zelf regelmatig meemaken. Een voorbeeld. U zit bijvoorbeeld in het boek te lezen en je merkt niet dat iemand de kamer binnenkomt. Je bent op zo'n moment eigenlijk in een trance, zou je kunnen zeggen. In de trance-toestand kunnen er hele bijzondere dingen plaatsvinden. Ook iets wat we al uit eigen ervaring kennen. Bijvoorbeeld, u zit in de auto. U rijdt van A naar B. Een afstand van 200 kilometer. En je komt op de plaats van bestemming aan en je hebt het gevoel dat je 5 minuten in de auto gezeten hebt. Tijdens de trance, tijdens de hypnose, kunnen er dingen veranderen. Bijvoorbeeld een tijdsgevoel. Heel interessant bijvoorbeeld om erbij stil te staan. Als iemand bij je in de trancestoel zit en iemand heeft een film gezien van 3 uur en in hypnose, kan iemand die film herbeleven in een halve minuut. Het geeft eigenlijk aan tot wat het menselijke brein in staat is. En dat is ongekend groot. Zondag 21 mei vond de Paravisiebeurs te Bussum voor de 12e maal plaats. Een van de therapeuten die daar workshops gaf was de hypnotherapeut Jan van der Heijden. Hij is niet alleen hypnotherapeut, maar ook paragnost en auteur van verschillende boeken. Zijn nieuwste boek heet Vreemde Vragen Bestaan Niet. En vandaag zit hij naast mij in de studio en ik ga met hem eens praten over een aantal zaken, onder meer over het paranormale en aanverwanten. Welkom. Dag, Jan. Helene. Hallo. Allereerst kun je uitleggen wat je met de deelnemers aan je workshop nou aan het doen was? Ja, je zou kunnen zeggen het is een ontmoeting met jezelf tijdens die workshop. En het mooie daarvan is dat de mensen samenwerken. Dus in groepjes oefenen en dan bepaalde dingen eigenlijk bij jezelf ontdekken door de ander. En via de ander is dat vaak zo. Hè. Voor een gedeelte werk ik ook met trance, met hypnose. Het is allemaal een ander woordje eigenlijk voor hetzelfde. Je kan ook zeggen het is ontspanning. En ja, daar komen dan heel vaak verrassende dingen komen er naar voren. Je maakt ook gebruik eigenlijk van de kracht van een groep. Hè. En wat zo leuk is, mensen die kennen elkaar helemaal niet. Die zien elkaar voor het eerst op zo'n workshop. En ik heb het al vele jaren heb ik het gedaan in de tijd in de Kosmos hier nog in Amsterdam. Dat is een aantal jaar geleden. En die mensen die zijn, ja, hebben vriendschappen gesloten en die gaan nog met elkaar om. Want het bindt heel erg, hè, om zoiets te doen. Ja, ik was er zelf ook bij. Ja. En een van de dingen die mij opvielen was de oefening waarbij 2 willekeurige bezoekers van de beurs elkaar de hand moeten geven, ja, de ogen dicht moeten doen en samen in gedachten een reis moeten gaan maken. Ja. En nou bleek het, dat vond ik heel frappant, dat die mensen dus in hun gedachten dezelfde reisbestemming hadden gekozen. Hoe kun je zoiets nou verklaren? Nou, ik denk toch dat het een vorm is van telepathie. Hè? Want mijn uitgangspunt is dat de mensen als de golven van de zee zijn. Hè? Ja. Ze vloeien allemaal in elkaar over. Ieder mens heeft een bepaalde invloed op een ander. En dat wordt wel eens vergeten, omdat het niet direct meetbaar is. Maar met zo'n soort oefening komt dat heel sterk naar voren. Want een van die mensen die had ook een samen reis gemaakt. En die waren samen naar Egypte gegaan. Ja. Zo concreet was dat herinner ik me nog. En dat is voor de mensen is het vaak een hele ontdekking. Er was ook dus iemand die wilde eigenlijk met het vliegtuig gaan, maar die bedacht zich en die ging maar met het schip. Want en ook bleek dat die andere persoon ook met het schip had precies gekozen. Ja, ja. Hoe mensen een invloed op elkaar hebben. En om dat op zo'n manier te ontdekken, dat kan heel inzichtgevend zijn, zou je kunnen zeggen. Een andere oefening die jij de mensen liet doen, was de ogen sluiten en teruggaan naar de kindertijd. Ja. Mm-hmm. Waarom laat je die oefening doen? Nou, het is een behoorlijk heavy oefening. Het is een confronterende oefening. Meestal zeg ik er ook bij van, als je denkt dat je het aan kan, als je te veel trauma's in je jeugd hebt meegemaakt, dan zou ik het niet adviseren. Dan blijft er gewoon maar gewoon bij zitten. Maar vaak beginnen de problemen in de jeugd, in de jonge jaren. He, dat een kind bijvoorbeeld niet bevestigd is. Dat een kind nooit een bemoediging gehad heeft.
nooit liefde ervaren heeft. En ja, de volwassen persoon die je nu bent, dat je terug naar de tijd gaat en dat je dat kind de aandacht geeft die het eigenlijk, alleen al gezien het feit dat het geboren is, moet hebben, zou je kunnen zeggen. En dat kan je dan ja, via die oefening eigenlijk aan dat kind geven, via jezelf, de volwassen persoon. Maar je zei het net zelf al, stel dat jij nou een vreselijke rotjeugd gehad hebt en je gaat terug naar die kindertijd, wat voor nut heeft dat dan? Nou, er kunnen natuurlijk dingen kunnen er bij iemand boven komen. Hè? En dat als iemand traumatische ervaringen gehad heeft, dan kan dat heel, heel zwaar zijn. Maar het is, over het algemeen is het zo dat bepaalde ervaringen kunnen beter wel naar boven komen dan niet. Want het is niet weg. Je kan het wel verdrukken en dat kan een hele tijd kan dat goed gaan. Maar op een gegeven moment komt dat toch boven. En dan zal je er toch op de een of andere manier iets mee moeten doen. Want ja, het kan zich op zoveel manieren kan het zich uiten. Bijvoorbeeld dat iemand fobieën krijgt of angsten of ja, noem maar op, emotionele problemen. En dat iemand eigenlijk niet precies weet waar het vandaan komt. En, want het bewustzijn van de mens kan heel weinig informatie bevatten. Maar het onderbewustzijn daarentegen ongelooflijk veel informatie. Ik vergelijk het wel eens met een ijsberg. Het bewuste steekt boven water uit. En het onderbewustzijn zit onder water en heeft een enorme omvang. En daarin kan bijvoorbeeld een vergeten herinnering zitten die voor problemen zorgt. Emotionele problemen, angsten, fobieën, dwang. En dat is, dan komt ook bij mij op de vraag, dat onderbewuste, heeft dat het altijd bij het juiste eind, ons onderbewuste? Of het het altijd bij het juiste eind heeft, ik geloof dat het onderbewustzijn in feite altijd de beste bedoelingen heeft met de persoon zelf. Ook dat met sport bijvoorbeeld. Hè. Ja. Ik heb ook regelmatig sportmensen. Hoe meer ze over bepaalde dingen gaan nadenken, hoe minder hun prestatie eigenlijk wordt. Ze moeten het overlaten, zou je kunnen zeggen, aan hun onderbewustzijn. Daar heb je een zekere moed heb je daarvoor nodig om dat te doen. Maar dan gaat het vaak ook het beste. Ik zal me nooit vergeten, dat was een topgolfer. En die man die oefende in verhouding heel erg weinig. En toen heb ik daar met hem over gepraat. Hoe kan dat nou? Je zit nou op zo'n topniveau. Hoe kan je zo weinig oefenen? Hij zegt, dat is toch heel eenvoudig. Hij zegt, voordat ik naar een toernooi ga, de avond daarvoor ga ik op de stoel zitten, sluit mijn ogen en ik oefen de slagen die ik de volgende dag of het volgende toernooi ga doen. Dus eigenlijk geeft hij op de een of andere manier een soort opdracht aan zijn onderbewustzijn om maximaal goed te scoren, zou je kunnen zeggen. En dat vind ik altijd opmerkelijk, zulke verhalen. Die grens tussen het bewustzijn en het onderbewuste, waar ligt die? Hoe weet je nou of een signaal wat in je naar boven komt, je ingegeven wordt door je onderbewuste of je bewuste? Is dat altijd duidelijk? Ik denk dat die grens een beetje door elkaar heen loopt. Toch wel? Een bepaalde grens is nooit aan te geven. Wat is nou onderbewustzijn of wat is bewustzijn? Die grens is niet precies aan te geven. En is het belangrijk om dat precies te weten, zo'n grens? Ik weet het niet, Jan. Ja. Kijk, want er zijn ook mensen en die zeggen van ja, het onderbewustzijn, ach, het onderbewustzijn bestaat eigenlijk niet. Kijk, als we het over deze onderwerpen hebben, is er heel weinig natuurlijk van bekend. Hè? Je kan het allemaal wetenschappelijk gaan proberen te benaderen, maar uiteindelijk, een psycholoog, die weet in feite niet eens waar een psyche zit. Ik bedoel, dus je bent eigenlijk iets aan het bestuderen waarvan je niet eens weet waar het precies zit. Maar je moet van bepaalde hypotheses uitgaan. Want anders kan je helemaal niets natuurlijk. Hè? Je moet een vertrekpunt hebben. Om even nog even terug te komen op die workshop en die oefening van teruggaan in je kindertijd. Ja. Er was één dame die oefening deed. En die zei, ja, maar ik zie niks. Ik zie alleen maar grijs. Ja. En dat fascineerde mij. Ik dacht, betekent dat die persoon geblokkeerd is of zichzelf wil onbewust dus wil beschermen tegen misschien die ervaring? Ja, dat is allemaal wat jij noemt, dat is mogelijk. Ze noemde het beeld van een sneeuwend tv-scherm. Ja. En als therapeut zijn, als iemand zoiets zegt, dan gaan er van allerlei gedachten door je heen. Hè? Want dat is natuurlijk een en al invalshoek. Ja. Maar zo'n workshop die leent zich er niet voor om te diep te gaan graven. Want ja, daar zit natuurlijk van alles. Hè?
En dat zou je eigenlijk in een individuele therapie moeten doen om te kijken waar dat sneeuwende beeldscherm nou vandaan komt. Ja. Want dat kan wijzen op allerlei dingen, bepaalde herinneringen die je niet wil hebben, dat het een sneeuwend scherm wordt. Gewoon als een soort beveiliging voor, want wie weet wat daar allemaal voor een informatie opeens naar boven komt als dat scherm in beweging komt, hè. Dus wat dat betreft hou ik altijd op zo'n dag een heleboel slagen onder arm. Want het is een heel klein kunstje om dat iemand overhoop getrokken wordt. Maar zo iemand moet ook nog naar huis. Ja. Of die moet met lijn 8 mee, of met de bus, of naar zijn werk, of noem maar op. Dus heel verantwoord altijd met de mensen omgaan. Dat probeer ik altijd zoveel mogelijk. Wat ik je ook nog wilde vragen, werkt hypnose dan altijd therapeutisch? Is het daar echt voor bedoeld? Gebruik je het daarvoor? Ja, het is een hele mooie invalshoek om de therapie toe te passen, hè. Als je het over de hypnotherapie hebt, dan heb je het over twee dingen. Dat is de hypnose, of ontspannen, relaxatie. En dat kan je bij wijze van spreken binnen 10 minuten leren. Maar daarnaast is het de therapie. En een hypnotherapeut die houdt er een eclectische benadering op na. Dat is een beetje een moeilijk woord voor dat alle therapievormen die er zijn, dat je die in feite in je ransel hebt om toe te passen. Een hypnotherapeut probeert een behandeling te geven zoveel mogelijk op maat van iemand. Dus afhankelijk van de persoon die bij je komt. Want als iemand bijvoorbeeld een angst heeft, dan heeft hij het wel over een unieke angst. Omdat die angst ontstaan is in een uniek mens. En dat wil zeggen, iemand een unieke behandeling proberen te geven. En want vandaag aan de dag hoor je dat ook zo vaak, hè, dat iemand bijvoorbeeld een weekendcursusje gedaan heeft en dan gaat hij hypnotherapie zitten doen. Ik vind het een hele slechte zaak. Als mensen dat overwegen, dan moeten ze altijd heel goed vragen wat iemand voor een opleiding gehad heeft. En dat is een aantal goede, dat is bijvoorbeeld Z, een 4-jarige opleiding, tegenwoordig zelfs 5, en de ITA. En dan weet je, als iemand daar de diploma's van heeft, dat iemand een klein beetje weet waar hij over praat. Want je moet niet vergeten, iemand is wel met je psyche bezig en daar kan je niet zuinig genoeg op zijn. Dat is dus ook een vraag, een discussie die op dit moment nogal eens aan de orde komt. Van waarom moet iemand die een hypnotherapeut is, niet gewoon ook een papiertje, een opleiding hebben, een proeven van bekwaamheid afleggen. Net zoals bijvoorbeeld een arts of zelfs een doktersassistent. Ja, ik kan toch ook niet zomaar zeggen, ik ben doktersassistent. Natuurlijk niet. Ik vind zo'n beroep als hypnotherapeut, dat is een ambacht. Dat is een vak wat je leren moet. En je kan echt niet een bordje op de deur spijkeren. Want ik zie die mensen in mijn praktijk die ergens heen zijn gegaan en die worden helemaal overhoop getrokken. Ja, dan denk ik bij mezelf, dat ligt niet aan de hypnotherapie. Natuurlijk niet, het is alleen maar zegen dat het er is, zo'n therapievorm. Nee, het gaat om de toepassing. Hoe wordt het toegepast? En een belangrijk vertrekpunt van alles is dat je altijd uitgaat van degene die bij je zit. En je moet gebruik maken, en dat doe ik bijvoorbeeld op die workshops ook, van de power die in iemand zelf zit. De innerlijke hulpbronnen die iemand in zichzelf heeft. En die proberen aan te boren. Want een probleem, die kan in iemand bestaan. Maar de oplossingen van dat probleem, die zitten vaak in iemand zelf. En dat is de kunst van therapie, om dat in beweging bij iemand te krijgen. En er zijn allerlei technieken zijn er natuurlijk zijn ervoor. Je bent dus ook paragnost, behalve hypnotherapeut. En je hebt een boek geschreven, Gewoon een paragnost. Ja. Mm-hmm. En daar schrijf je in dat het paranormale eigenlijk een natuurlijk verschijnsel is. Kun je dat voor ons toelichten? Het is heel gewoon. Hè? Gewoon een paragnost, die titel. Het is een algemeen menselijke eigenschap als je het over de intuïtie hebt. Want anders had de soort helemaal niet eens overleefd. Maar het is net zo, ik vergelijk het wel eens met de muzikaliteit. De een is heel muzikaal, de ander is wat minder muzikaal. Maar muziek maken kunnen we met z'n allen. En om er gewoon op een normale manier over te praten, ik denk dat dat eigenlijk een hele gezonde zaak is. Wat ook heel gezond is, dat vooral de jongeren, die hebben voor deze onderwerpen enorme belangstelling. Ik denk dat de maatschappij alleen maar beter, er beter door kan worden.
door aandacht. Want bijvoorbeeld, het kan ook een hele creatieve bron voor oplossingen zijn, maatschappelijk gezien, of voor het bedrijfsleven. En door gewoon je intuïtie te gebruiken. Er is bijvoorbeeld een heel wetenschappelijk onderzoek geweest aan de Universiteit van Virginia naar topmanagers. Ze zijn die mensen onder het licht gaan houden. Hoe komt dat nou dat die mensen zoveel succes hebben? En ze kwamen tot een verbijsterende ontdekking. Die mensen namen beslissingen, of nemen beslissingen op 80% intuïtie en 20% kennis. Dus het paranormale vervult wel degelijk een rol in ons dagelijks leven? Ja. Natuurlijk, we hebben allemaal, zoals ik al zei, van invloed op elkaar. Het telepathisch vermogen, sinds kort is dat nu ook wetenschappelijk bewezen. Wij wisten het natuurlijk allemaal al, dat dat bestaat. Maar de wetenschap wat dat betreft loopt een beetje achter. En telepathie bestaat, dat is ook bewezen. En, want hoe bijvoorbeeld telepathie, en ik zal het nooit vergeten, is een heel frappant voorbeeld. Een moeder, die zit met de vriendin te praten beneden. En dan gewoon lekker aan de koffie. En dat mens staat opeens op en die holt naar boven. Naar de wieg. Want ze was pas moeder geworden, kindje lag in de wieg. Wieg was al blauw aan het aanlopen. Ze tilt dat kind eruit en ze heeft dat kind precies op tijd kunnen redden. Ja, dat is pure vorm van intuïtie. Stel je eens voor dat die vrouw daar niet naar geluisterd had, was dat kind niet meer, dat bestond niet meer. Ik denk dat het ook een kunst is om ernaar te durven gaan luisteren. Dat, daar heb je een zekere moed heb je ervoor nodig. Want veel dingen gaan vaak tegen de ratio in. Hoe denk je over een eventuele samenwerking tussen de reguliere geestelijke gezondheidszorg en de parapsychologen? Dat allebei die benaderingen, kunnen die wat aan elkaar toevoegen en zou dat samen kunnen gaan? Ik denk dat het een enorme verrijking is. En ik denk dat er één mens het meeste mee gebaat is en dat is de patiënt. Regulier en alternatief, niet alleen maar paranormaal, maar gewoon alternatief. Dat dus wat breder zien. Ik denk dat dat een zegen voor de mensen is. Dat mensen kunnen er alleen maar beter van worden. Alleen, ze moeten natuurlijk wel uitkijken, nogmaals, waar ze naartoe gaan, dat iemand wel weet waar die over praat. Als je... Ja, dan kom ik bijvoorbeeld op het voordeel dus van voorbeeld van paragnosten die dan, nou, wat ik vind, absoluut niet zuiver zijn. Nee, nou bijvoorbeeld, zoals nu speelt de kwestie met Jomanda, die beweert dat als je kanker hebt, dan moet je elke dag maar een brouwsel drinken van een levertraan en nog iets, geloof ik, iets gezonds. En dat zou kanker genezen. Nou, dat is natuurlijk een volslagen ridicule opvatting, mijn zinziens. Maar er zijn toch mensen die daar dan intuinen, om het zo maar te zeggen. Hoe verklaar je nou dat mensen in zoiets aannemen? Zijn ze dan zo vertwijfeld dat ze echt geloven dat je met een bekertje levertraan, ik weet niet wat het is, een brouwsel, nou, dat je van je kanker genezen wordt? Als ik zo'n recept hoor, dan lopen de riebels over mijn rug heen. Het is namelijk een recept van levertraan, een paar salieblaadjes en honing. En als kankerpatiënten dat maar nemen, volgens die mevrouw die je net zegt, dan zullen ze weer helemaal gezond worden. Ik vind het zo verschrikkelijk verdrietig dat zo'n advies gegeven wordt. Ik vind het vreselijk voor de mensen die kanker hebben. Ik vind het een belediging voor de kankerartsen en de kankerverenigingen. En eigenlijk schiet een beetje woorden daar tekort voor om dat te beschrijven. Dat iemand eigenlijk in zo'n functie zoiets durft te zeggen. En ik vind het op zichzelf ook zorgelijk dat iemand dat durft te zeggen. Daar wil ik op dit moment verder niet op ingaan. Beperk me gewoon tot het advies eigenlijk. Maar weet je wat het is, Helene? Ik werk ook al zelf jaren met kankerpatiënten om die mensen te begeleiden. Ik heb de enorme strijd van die mensen heb ik meegemaakt. Zo knap en zo moedig zoals ze hun ziekte aanpakken. En het is natuurlijk zo, als iemand, het is een kwestie van leven of dood. Dus vaak. En als iemand een suggestie heeft van, je moet dat doen, mensen pakken de laatste strohalm aan en verwachtingen wekken om iemand beter te maken of te doen dat je iemand kan beter maken, is voor zulke mensen in zo'n situatie echt schandalig.
En dan nog daarvan afgezien, dat speelde dan niet zozeer nu met Jomanda, maar dat heeft gespeeld met Moerman. Dat je kankerpatiënten min of meer ook een schuldgevoel kan aanpraten. Er wordt nu gedaan van, als u elke dag, zal ik maar zeggen, 3 appels had gegeten, dan had u misschien geen kanker gekregen. Dan wordt het zoiets van, ja, eigen schuld, dikke bult. Ja, heb ik ook... Dat is ook zo... Ja, heb veel moeite mee. Kijk, dus, een discussie. Ja, en er zijn veel boeken zijn daar wat dat betreft over. Dat als je nierkanker krijgt, dan heb je te weinig geuit. En dan heb je te weinig je emoties laten zien. En ja... Iemand die ziek is, wat heeft hij aan zo'n soort redenatie? Dan ga je zelf denken van, als ik nou niet dat gedaan had, als ik dat nou niet gedaan had, dan had ik niet die ziekte gekregen. Maar hè, dat in deze vervuilde maatschappij kan iedereen natuurlijk ziek worden. En dat heeft niet alleen maar met gedachten te maken of met negatieve gevoelens. Kijk, dat er een zekere samenhang is tussen het fysieke welzijn en het geestelijke welzijn, ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, dat is ook een wetenschappelijk onderzoek geweest onder studenten, dat de weerstand, die is bij optimisten veel groter dan mensen die negatief zijn. Hè, dat is vooral gericht op weerstand. Maar om zo ver te gaan van, ja, het is je eigen schuld, ja, daar schiet iemand niks mee op. Ik vind dat ook een nare zaak eigenlijk. En kijk, de volkse uitdrukkingen die wijzen er al, hè, op van iets op je hart hebben of iets op je lever hebben. Of, hè, dat, ja, het wijst al een beetje in die richting, maar om zo ver te redeneren dat het eigenlijk daardoor komt, gaat wel heel erg ver. Een ander boek van jou heeft als titel de meest gestelde vragen aan een paragnost. Ja. Mm-hmm. Wat zijn nou die meeste vragen? En hoe beantwoord je die? De meeste vragen, dat gaat over relaties, over liefde, over kinderen, over carrière. Je kan eigenlijk geen keuze maken van die welke het meeste voorkomt. Ja, ook op hele ja, ziekte en gezondheid moet je altijd heel erg voorzichtig zijn. Hoe beantwoord je die vragen? Door altijd te zeggen van, nou, weet je, want het is, ik ben geen arts. Je kan je het beste kan je gewoon in verbinding stellen als je twijfels hebt met je arts. En dan laat je onderzoeken. Ze zijn wat dat betreft heel ver in het ziekenhuis. En dan komt het er wel uit wat je eventueel hebt. Dus daar begeef ik me liever niet op die terreinen. En ook bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld vragen van, ja, in een heel ongelukkig huwelijk bijvoorbeeld, is die man ziek of die vrouw ziek? Zo van, nou, hoe lang denkt u nog dat hij te leven heeft? Of het zijn allemaal vragen waar je natuurlijk geen antwoord op geeft. Of dat ze bijvoorbeeld zeggen van, mijn vriendin die heeft vast een andere vriend. Weet u dat misschien? Ik zeg, nou, ik zeg, dat is een ethische vraag die u nou aan mij stelt. En uw vriend die heeft zelf een tong, dus vraag het gewoon aan hemzelf. Want kijk, je kan de grootste ruzies kunnen er ontstaan, ja, door dingen eruit te flappen. Want een paragnost, die weet de dingen nooit zeker. Het blijft gewoon een gevoel. En je kan het altijd verkeerd hebben. En dat zeg ik er altijd bij de mensen bij. Dat volgens mij, gevoel is het zo en zo. Maar blijf altijd zelf je verstand gebruiken. En nou vraag ik mij af, hoe krijg jij nou dat gevoel ten opzichte van iemand? Hoe komt die persoon bij jou binnen en jij voelt dan wat? Ja, meestal doe ik het aan de hand van een sieraad bijvoorbeeld. Ja? Of een foto van iemand. Of met handlezen doe ik ook veel. Dat is een soort concentratiepunt. En dan kan het zijn dat je een gevoel krijgt, dat je beelden krijgt, dat het in geluid gewoon tot je doordringt, om het zo eens even te zeggen. En dat probeer je dan, datgene wat je ervaart, dat probeer je zo te vertalen naar iemand dat het pruimbaar voor iemand is. En dat iemand er ook iets aan heeft. En heel goed opletten met datgene wat je tegen iemand zegt. Hè, want de zelfvervullende profetie is een doodgriezelige zaak. Hè, dat één hersencelletje hoeft maar een bepaalde uitspraak te onthouden. En iemand gaat er naar leven. En dan krijg je de zelfvervullende profetie. En dat is eng. Vooral als dat negatief is. Als het positief is, is het niet zo erg. Maar negatief is natuurlijk, daar kan ik ook een boek over vullen, wat ik in de loop van de jaren allemaal gehoord heb, wat er gewoon tegen de mensen gezegd is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het paranormale. Je moet er beter voor worden en niet slechter. Als je nu, zoals jij, het paranormale gebruikt, dus paragnost,
om met mensen om te gaan, beroepsmatig. Hoe doe je dat nou in het dagelijks leven? Als jij hier bij de single hier naar de studio loopt en jij ziet allemaal mensen, voel jij dan ook niet allemaal dingen? Of kan je er dan voor afsluiten? Soms kan je wat voelen en dat zijn allemaal dingen waar je niks mee kan natuurlijk. Hè. Dus wat dat betreft, laat ik het gewoon langs me afglijden. Maar het lijkt me dat je toch anders zelf ook helemaal chaotisch wordt als je al die gevoelens wat om anderen heen hangt absorbeert. Maar dat zou voor je eigen geestelijke welzijn niet gezond zijn. Nee, kijk, weet je, het is een keihard iets wat ik nu zeg, of het lijkt keihard. Ik, in de loop van de jaren heb ik natuurlijk alles al gehoord wat er maar te verzinnen is eigenlijk. Hè. Mensen die bij je komen, op het moment dat ze bij me zijn, dan concentreer ik me echt helemaal ook voor therapieën op iemand. Denk ik mee, voel ik mee. Maar op het moment dat die mensen weggaan, dan nemen ze hun problemen zelf mee. Want ik hoef wat dat betreft niks te verwerken. Want als je dat niet doet, dan gaat het met jezelf niet goed natuurlijk. En daar heeft niemand wat aan. Ook leren hoor, dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere dag kan. En er zijn natuurlijk ook verhalen zijn erbij waar ik ook aan denk als iemand weg is. Dat je denkt, oh god, wat een verschrikking heeft die. Want de mensen die bij mij komen, ik heb vaak diep respect voor ze. Als je hoort wat ze niet meegemaakt hebben, dat is ongelooflijk. En ook we hadden het er net over kankerpatiënten. Bijvoorbeeld artsen, die willen dan gebruik maken van de alternatieve geneeswijze, dus van de hypnotherapie, de Simonton-therapie. En die mensen, die weten precies wat er fysiek met hun aan de hand is. Dan komen ze de week daarop en dan zeggen ze, nou, steken ze een tong uit. En die tong zit een beetje scheef. En die kan het precies vertellen, nou, het zenuwstelsel is nu zo en zo en zo en zo. En ja, dat is, voor die mensen is het lijden natuurlijk nog veel groter. Omdat zij weten, zij kunnen het ook wetenschappen beredeneren. Zij weten ook wat er aankomt. Die weten het uit ervaring, bepaalde dingen. En daarvoor vind ik ook zo'n recept ook zo erg. Maar dat spreekt vanzelf. Tot slot, jij hebt ook een boek geschreven. Voorspellingen voor het jaar 2000 en daarna. Jij doet dus ook, jij geeft ook hier in je toekomstvisie. Ja. Wat zijn min of meer de sleutelwoorden voor jouw toekomstvisie? Hoop. 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 Liefde. Dat zijn gewoon de basisdingen voor het leven. Want als dat er niet meer is, dan waar praat je dan over? Maar als je het hebt over de toekomst inhoudelijk. Als je het hebt over tv, hè? Straks bij wijze van spreken op iedere straathoek, daar heb je een tv-studio. Ja. En De wereld van de toekomst zal zeer democratisch worden. We denken allemaal in rechte lijn mee, via internet. Referendum, Europees of mondiaal niveau, dat ligt binnen ieders bereik op een gegeven moment. En dat is op zichzelf natuurlijk een schitterende zaak. Hè? Dat, die ontwikkeling, nog een andere ontwikkeling die niet zo leuk is. Daar heb ik een heel hoofdstukje heb ik daar aan gewijd. Dat is over de euro, hè. En dat, ik betitel hem eigenlijk met de neuro. Want volgens mij is hij niet zo heel erg goed voor het zenuwgestelsel. Maar momenteel is het geloof ik al een kwart minder, hè, als ik het goed geïnformeerd ben. En ja, ik denk dat de invoering daarvan, dat het een van de slechtste naoorlogse besluiten is die er genomen zijn. En dat boekje heb ik al een aantal jaren geleden geschreven natuurlijk. Dus Asparagnos, je houdt je niet alleen bezig met mensen die bij je komen. Jij kan dus ook echt dingen voorzien op de lange duur, ontwikkelingen. Ja, soms dan echt dingen die met de toekomst te maken hebben. Het kan 100% goed kan het zijn en het kan 100% verkeerd zijn. Maar bijvoorbeeld over verkeerd en goed, als je het hebt over de Bijlmerramp, dat is een van de voorspellingen die ik gedaan heb. Dat die zou plaatsvinden. Maar voor een bepaald jaar was dat. Hè? Maar het heeft een jaar overgeslagen. Het was niet dat jaar dat het plaatsvond, maar het jaar daarna. Zo'n soort verschuivingen krijg je natuurlijk wel eens. De moeilijkheid daarvan is, je kan wel zo'n soort visioenen of beelden hebben, maar wat doe je daarmee? Ja. Het is natuurlijk heel moeilijk. Het maatschappelijk leven kan je niet stilzetten. Maar nou,
Nou zeg je dat in zo'n geval van zo'n bijlmramp, hè? Dat had ik voorspeld. Hoe zie jij dan dat op dat moment? Dat ik neem toch aan dat je niet letterlijk de bijlmer ziet branden of zo? Nee, maar dat was een beeld van een vliegtuig aan de rand van Amsterdam. Ja? Ik heb niet precies de bijlmer heb ik gezien. Maar aan de rand van Amsterdam, daar heb ik een vliegtuig een soort scheef zien hangen. Dat is dat beeld, als ik zo met jou erover praat. Dan zie ik dat gewoon weer voor me. En het opmerkelijke van dat feit is, ik had die droom, het was in een droom was het. De volgende dag, toen komt een cliënt bij me. En die zegt tegen me, Jan, ik heb zo raar gedroomd. Ik zeg, wat dan? En die had hetzelfde had hij. Nou, ik zat stijf in de stoel toen ik dat hoorde. Vergeet ik nooit meer. Tot slot, je nieuwste boek heet Vreemde Vragen ja. Bestaan Niet. Nee. Bestaan niet, Vreemde nee. Vragen. Dat vind ik niet. Nee. En dan heb ik toch nog één vraag. Wat is de aanleiding geweest om het boek te schrijven? Ik krijg ontzettend veel vragen, ook voor allerlei tijdschriften en ook gewoon privé. Ja. Met foto's erbij. En dat gaat over op elk gebied eigenlijk, hè, spiritueel of paranormaal. En dan probeer je gewoon met beste kunnen op te antwoorden. En vreemde vragen bestaan niet. Dat nog niet zo lang geleden, toen komt er een mevrouw komt er naar me toe, na een of andere lezing was het geloof. En die zegt, meneer, mag ik u een rare vraag stellen? Ik zeg, nou, ik weet niet precies wat een rare vraag is. Ik zeg, maar ik weet wel wat rare antwoorden zijn. Ze gaat die vraag, stelt ze. Ze zegt, ik ben 40 jaar getrouwd geweest. Mijn man is opeens overleden. En dan heb ik hem al 2 keer naast mijn bed zien staan, zegt ze. Ik zeg, maar wanneer gaat u nou de rare vraag stellen, zei ik tegen haar. En toen lichtte ze al helemaal op. En toen hebben we er gewoon over gepraat, over de wereld genomen. Nou, hoeveel tienduizenden of hoeveel keer heeft iemand zo'n soort verschijning die ziet? En volgens mij is het gewoon een geschenk uit de hemel die je krijgt. Dat zo'n man gewoon kenbaar maakt, duidelijk maakt. Vrouw, ik ben er op de een of andere manier, ben ik er nog. En hoe dat precies zit, dat weet ook geen mens. Wat dat nou precies is. Alleen dat die vrouw het gezien heeft. En nou, ze was ontzettend opgelucht. Een soort mini-gesprekje van een paar minuten. En ze had het gevoel van, ik ben dus toch niet gek. Maar kijk, als ze met deze vraag naar een orthodoxe psychiater was gegaan, ja, dan had hij niks te nadelen van een orthodoxe psychiater. Maar dan had hij waarschijnlijk al geschreven van wat tranquilizers. Mevrouw kan het verdriet van het plotseling overlijden van meneer niet verwerken en zo. Mevrouw hallucineert een beetje. Maar het interessante van het geval is, als je zo'n orthodoxe psychiater neemt, die weet het eigenlijk ook niet. Die weet niet precies, want voor hetzelfde geld heeft inderdaad de geest of de ziel van die man naast die vrouw er bed gestaan. Dat kan. Niemand weet die dingen zeker. En ik denk, als we het over deze onderwerpen hebben, dat het alleen maar heel verstandig is om naar elkaar te luisteren, want we kunnen van elkaar wijzer worden. En dat probeer ik al jaren te doen. Van mijn cliënten heb ik ongelooflijk veel geleerd. Kunnen wij dit gesprek afsluiten met de opmerking dat het paranormale een verrijking iets kan toevoegen, ja, aan je leven? Ja, een aanzienlijke verrijking van het leven, spirituele, paranormale, ja. Het geeft een extra dimensie aan je leven, een diepere inhoud aan je leven. Bedankt voor dit gesprek, Jan. Oké, tot ziens. U heeft het gehoord, Jan van der Heijden is een zeer veelzijdig mens. Hypnotherapeut, paragnost, auteur, maar ook dichter. En zijn vrouw Anna zal tot slot een gedicht voorlezen van Jan. Liefde. Een warm hart is smart, het groot verlangen liefde ontvangen. Of liefde geven in het leven. Onbevreesd uit de diepte van je geest voor jou en mij keert het tij. Het is waarop de mens bouwt te weten dat iemand van je houdt. Treurwilg, gebogen in de wind over het wateroppervlak, takken, slierten, zwiepen als zweepslagen.
De stam kan de last van de kroon haast niet dragen. Mensen geknakt als wilgen die treuren. Gebukt, kommervol belast en niets meer vragen.